Een bijzondere dag vandaag. Ja, het is natuurlijk altijd een bijzondere dag als ik mooie auto's laat zien. Ja, hier staan we dan. Ja, we zouden vandaag iets bijzonders gaan doen. Prominente auto. Hier gaan we een prominente meneer mee ophalen. En zijn mevrouw waarschijnlijk. De burgemeester van Brummen. Daar gaat het om. Daar zijn we 9 jaar mee bezig. Hij is gisteravond neergezet. Misschien hebben ze daar nog beeld van. Kijk, die mensen vinden het allemaal leuk. We gaan de burgemeester ophalen. Hoi. Goeiedag. Ik kom u ophalen. Goedemorgen. Een beetje ontvoerd. Stuur van de auto. Ik zou de jas maar aan doen, burgemeester. Het is koud. Het is lekker vlieg, toch? Zo. Geweldig. Komt u verder? U wilt blijven zitten, net toch? Nou, als dat zou kunnen. Zullen we even bij de verrassing gaan staan? Nou, wat? Ja. Nog meer verrassingen. Wij vinden het jammer dat u ons verlaat. U heeft als burgervader uw best gedaan voor ondernemend Brummen. Heel veel. 9 jaar geleden, bij onze eerste ontmoeting, toen vertelde u dat het zo mooi zou zijn als er een autootje op die rotonde zou staan. Autootje, zei u nog tegen me. Als symbool voor de verbondenheid met de gallery met Brummen. Nou, het is eindelijk zover. Schitterend. Het is natuurlijk een prachtige binnenkomer, letterlijk en figuurlijk. En het laat even zien hoeveel moois er ook in die gemeente is. En moois, ja, die hele gemeente is al prachtig, maar ook het moois wat die ondernemers bieden. Nou ja, en met zo'n bijzonder bedrijf, ja, dat mag je best trots op zijn. En ik vind het geweldig dat dat nu hier bij de entree van Brummen, we laten zien hoe mooi het is. Dat we hier kunst, cultuur, maar ook moderne kunst hebben. Ook in de vorm van toch wel een heel bijzonder autobedrijf. En ik ben blij dat de gemeente en ondernemers elkaar zo kunnen vinden, dat dit hier nu staat. Ja, ik straal, dat ziet u. En dat is vol trots en dank dat dit hier is mogen komen staan. Geweldig. Ja.